Muziek doet iets met ons. Het is een manier om emoties uit te drukken en voor sommigen zelfs een manier om beter te leren lopen en bewegen op het ritme van de muziek. Iemand die daar alles over weet is muziektherapeute Mirjam Groot-Jebbink. En zij werkt onder andere hier in revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle. In jullie sessies is klassieke muziek ook deel van het menu dat jullie aanbieden, geloof ik. Ja, zeker ook een van de genres inderdaad waar we mensen ook van houden. Ja. En wat doet klassieke muziek dan specifiek? Een stukje rust geven. Over het algemeen, mensen die naar klassieke muziek luisteren, luisteren daar ook heel bewust naar. Dus dan is het niet achtergrondmuziek en een beetje mee, joelmuziek. Maar heel bewust luisteren naar van wat hoor ik. En ook wel soms herinneringen die mensen hebben aan die muziek. Waar bestaan jouw cliënten uit? Veel mensen die een hersenbloeding hebben gehad, niet aangeboren hersenletsel. Dus ook mensen soms na een ongeluk, mensen na een amputatie. Soms ook mensen uit pijnrevalidatie, mensen met MS. Dat klinkt heel divers. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet elke revalidant hetzelfde programma natuurlijk aanbiedt. Ja, dat gaat inderdaad alle kanten op. Sommige mensen komen hier om een muzikale hobby of te starten, mm-hmm, of weer te herstarten. Of mensen die hier komen samen in combinatie met de logopedist om weer via het zingen naar het spreken toe te werken. Soms doe ik mee met een loopgroep, dus het lopen op ritme, maar dan samen met de fysiotherapeut. Ik draai één keer in de twee weken ook mee met ergotherapie met handengroepen. Dus dan zet je heel bewust de handenfunctie in. Het is volgens mij hartstikke bijzonder dat je nu überhaupt nog tijd hebt voor ons, als ik dit allemaal zo hoor. Welke verhalen zijn je, of welke resultaten blijven je eigenlijk altijd bij als je het hebt over de kracht van muziektherapie? Mensen die echt wekelijks echt uitkeken naar de muziektherapie sessie, omdat dat heel zinvol voor ze was of waar ze veel ontspanning juist uithaalden. Of die ze ook heeft geholpen in juist bijvoorbeeld balansoefeningen. Mensen die het meest, denk ik, vooruit zijn gegaan en ook het meeste waarde van muziektherapie daarin ook zagen. Als alles thuis er is, ontsteed dan een lichtend vuur dat nooit meer doof. En heel praktisch, wat heb je meegemaakt voor en na de muziektherapie? Nou, wat ik wel vaak zie gebeuren is dat mensen hier bedlegerig of in een rolstoel binnenkomen. En soms ook nogal vrij in hunzelf gekeerd, weinig kunnen spreken. En dan soms uiteindelijk gewoon weer lopend en sprekend het revalidatiecentrum uiteindelijk uit kunnen gaan. Dat zijn de mooiste veranderingen. Prachtig. Ja, dat je mensen weer vanuit rolstoel weer naar rollator, naar lopend ziet gaan. Ja, ja. En dat zit hem ook echt dus in de kracht van de muziek. Onder andere. Uiteindelijk is het natuurlijk revalidatie een heel behandeltraject met allemaal therapieën, maar voor sommige mensen is muziek daar een wezenlijke onderdeel in. Ik ben toch wel benieuwd of je iets daarover kan delen, wat je altijd is bijgebleven. Soms ook wel dat mensen er emotioneel van worden. En dan is het soms ook uit te vragen van, is dit een positieve lading of soms ook een negatieve lading. En soms is dat dan wat onverwacht. En soms is het ook een beetje aftasten van, moet ik nou verder spelen of een liedje verder laten spelen? Of kan ik dan beter even stoppen? Wat vind je op dit moment het allermooiste van je vak als muziektherapeut? De afwisseling. Ik werk echt met mensen tussen de 18 en de 80, De hoeveelheid en vragen en hulpvragen. Maar ook het actief muziek maken samen met mensen. Ook dat mensen zelf weer muziek weer gaan maken en daar weer beter in worden. Dat is zo te zien. Fantastisch. Dankjewel, Mirjam. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel.